Op 23 juni 1943 werd een Engelse bommenwerper neergehaald door Duits afweergeschut. Daarbij kwamen 6 van de 7 inzittenden om. Woensdagochtend werd stilgestaan bij die gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog. Scoutinggroepen uit Den Haag en Beuningen hijsten de vlaggen en legden een krans. Ik sta hier met Loes, Floor en Raksha. En ik begin bij jou, Raksha. Vertel, wat doen jullie hier vandaag? Wij hebben vandaag geholpen bij het monument. Wij zijn zelf scouting uit Den Haag. En we zijn op kamp in Beuningen. En we hebben vandaag geholpen met de vlaggen hijsen. Hebben jullie ooit alles eerder een vlag gehesen? Nee. Hoe vond je het om te doen? Heel leuk. En hoe vond jij het om te doen? Ook heel leuk. Ja, leuk. En jullie gaan natuurlijk nu door met dadelijk met het kamp. Wat ga je allemaal doen vandaag? Ja, dat is nog een kleine verrassing, want we hebben zometeen een groot spektakel op het terrein. Ook doen we lekker even lunchen zometeen als we terug zijn. Even rusten. Ja. Dan gaat de dag beginnen. Dus, leuk. En heb jij wel eens vaker bloemen gelegd of een vlag gehesen? Ja, zeker met het nationale herdenkingsmoment doen wij met de scouting ook vlaggen hijsen en kransen leggen. Dus, maar dat is nog niet met de welpen.